Hallo mensen van Marnikker en welkom bij deze gloednieuwe Planet Coaster. Oké, dat was wel leuk om het zo te doen. Ik heb er een hele hoop nieuwe dingen gedaan. Dit kan nog wel eens onze laatste aflevering zijn in dit pretpark. Of misschien de ene laatste, want ik heb in de reacties gelezen van een paar mensen dat ik wat speciale dingen moet doen. Ik geef de tijd om sneller doen, want ik wil iets laten zien. En dat kan ik pas doen als het licht is, zoals nu. De vorige aflevering heb ik jullie gezegd... mensen gaan weg. Mensen verlaten. Mensen die gaan hier weg omdat het te hoge werkdruk is. Het is te chaotisch, te druk. Dit mannetje heb ik hier nog nooit zien staan. Maar wat ik heb gedaan is het park mooier maken. Ik heb gezegd in de vorige aflevering dat ik het park mooier zou maken. En ik heb me eraan gehouden. Ik heb ook een extra attractie toegevoegd hier zo. Ik weet niet of deze er al stond, maar dit. Deze attractie was helemaal leeg. Ik heb het helemaal ingericht. Hier ook zelfs. Ik heb het pad hier wat korter gemaakt. En daar kunnen ze ook door en hierdoor. Dus ze kunnen twee kanten op. Ik heb dat gedaan om het hier wat minder druk te maken. Het is echt... Dit is echt ziek, te ziek voor woorden. Ze kunnen gewoon hierdoor lopen en ze gaan gewoon allemaal hierdoor. Dit kan toch niet? Dit is één grote chaos. Hier, tubneltje, hoppakee. Oh, dat is echt niet normaal. En daarom sluiten die dingen hier allemaal. Mensen verlaten, ze hebben te grote werkdruk, zeggen ze allemaal. Dus ik ga zo allemaal per personeel dingetje kijken van hoe het ermee staat. Want kijk, hij lacht al niet meer. Deze is gesloten. Dan moet ik eigenlijk select vendor. Die man die hierachter staat, the job is a snooze fest. I can do more work than it. Wat? Hij kan nog meer doen. Zijn werkdruk is laag. Nou ja, ik kan dus, de staf kan ik trainen. En nu kan hij meer aan als ik die staf train. Kijk. Nu doet hij sneller en zo alles. Nu kan hij meer. Maar dan moet ik hem ook meer geld geven. Want dan is hij meer geld waard. Dus ik geef hem meteen meer geld. Want volgens mij... moet er nog meer profit. We hebben nog steeds niet gehaald. Shit. Oh nee, dat gaat nog een probleempje worden. Maar ja, ik moet nog één dingetje doen. Zometeen. Maar daar ga ik zo meteen even over hebben. Het gaat super goed met het park zoals je ziet. Het is echt gewoon mega druk hier overal. En dat komt omdat ik het gewoon best wel mooi heb gemaakt hier. Zoals je kan zien... Om deze hele attractie heen heb ik het helemaal volgebouwd. Hier heb ik een Robin Hood neergezet die boog aan het schieten is op dat ding. Bankjes, heel veel bankjes en nog wat dingetjes. En zoals je kan zien als ik op deze attractie klik, 90% is de scenery. Dus wat om de wachtrij heen staat, is goed, is mooi, staat hier. En heb ik dus een nieuwe attractie hierbij gezet en dat is deze. En ik heb dat een beetje in de sfeer gedaan van draken en zo, een beetje middeleeuws heb ik gedaan. En hierbij, de wachtrij is 100%. Kijk, deze hele wachtrij is helemaal volgemaakt met leuke dingetjes. Dus dat vinden ze cool. En hier heb ik een beetje... Ja, een beetje heksachtig gemaakt weer. En dat gaat... gaat de verkeerde kant op. Hier is dus heksachtig. En aan de andere kant van het pad heb je nog meer heksachtige dingetjes. Hier staat zelfs een heks. En zoals je kan zien, is dit als goed ook 100%. Ja, helemaal 100% omheen gebouwd zo met mooie leuke dingen. Ik vind het ook mooi. Jullie geloven misschien niet eens dat ik dit heb gemaakt. Maar ik heb het echt gemaakt allemaal. En ik vind het super mooi. Hier is het nog een beetje leeg. Hier was ik nog niet klaar. Maar ik heb er heel veel tijd in gestoken zoals je ziet. En oh, die bomen stonden er al. Ik dacht al. Maar het ziet er dus super cool uit, vind ik allemaal. De rest is allemaal nog leeg zoals je ziet. Daar heb ik helemaal geen tijd in gestoken. Maar de rest dus wel. En ja, ik vind het gewoon super cool. Ik vind het echt cool dat het allemaal zo is geworden. Het is allemaal nog een beetje leeg. Maar. Ik vroeg aan jullie hoe ik deze coaster kon maken. En dat kan ik maken door zelf een rollercoaster te maken. Ik moet zelf een achtbaan gaan maken. Ik weet alleen niet hoe. Shit. Custom. Ja, hier. Kijk. Een wooden of een mine train. We gaan zelf een achtbaantje maken, jongens. Ik ga even kijken waar. Want dan moet ik aan al deze punten voldoen. 5 excitement, 5 airtime, 5 Nassau. En volgens mij is het best moeilijk. Ik heb nog nooit een achtbaan gemaakt. Maar dat gaan we nu dus voor het eerst doen. En ik ga die hier zo plaatsen. Hier is de ingang. Hier plaats ik gewoon... hoe ga ik dit doen? Ik denk zo hier. En nu moet ik dus een achtbaan gaan maken. Ik heb geen idee hoe dit moet. Een chainlift. Oké. Standaard drive tires. Oh mijn god. Dit gaan we gewoon even snel doen. Zo snel mogelijk proberen te doen. En dan moeten we dat testen. En dan kunnen we zien hoeveel punten dit oplevert. Airtime, waar staat dat dan? Airtime zie ik niet. Dat zie je ergens misschien. Airtime. Ja, hier airtime count. Oké. Dus daar gaan we dan. We kunnen hem omhoog laten gaan hier al meteen. Dat doen we gewoon. Wat is dit? Geen idee. Beeld. Ja, oké. Ik snap het al een beetje. Oh, we kunnen hem langer maken. We doen hem nog hoger. Beeld. Beeld. Oké. Dit is hoog genoeg, denk ik. Dan gaan we nu. Zo. Om. Laag. Dit is echt... Ik doe maar wat hoor. Dit is echt de eerste keer dat ik dit allemaal doe. Hij mag wel iets...
Ja, ik weet niet eigenlijk. Zo. En dan kan hij nu omlaag gaan. En dan kunnen we nu weer... Oh, shit. Omhoog. Kan dat nog? Ja, zo. Kunnen we ook een bochtje doen? Wat is dit? Geen idee. Ja, kijk. Dan gaan we die kant op. Dit ziet er toch wel oké uit? Ah, ja, dit is wel leuk. Dit is leuk. En wat is dit allemaal? Brakes. Oké, ik kan hem hier laten stoppen. Ik kan hem misschien ook onder de grond laten gaan. Maar ja, daar ben ik nog niet ervaren genoeg voor. Dus dat doen we maar niet. Zo. Het is nu weer naar beneden. Ja, we proberen echt heel snel doorheen te gaan hoor. Een bochtje verder maken. Nog eentje. En dan gaat hij weer naar beneden. Heel hard. Ik denk dat mensen er een beetje... Oh, oh, kan ik hem nog schuin laten gaan? Oké. Okay. Oh my god! Nee, dat is iets te stijl. Omhoog. Oh, 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 oh. Ik hoop dat deze attractie goed gaat hoor. Dit ziet er niet zo veilig uit. Oké, okay, hij mag weer een beetje rechter hoor. Ja hoor, zo. Ja. En we gaan naar beneden. Oké. Okay. Maar we willen wel weer heel scherp deze kant op. Zo. En dan weer recht. En die kant op. Die kant op. Ja, we moeten een beetje zo min mogelijk plek in beslag proberen te nemen. Omlaag. En die kant op. En dan doen we hem weer een beetje schuin. Zo. Juist. Hoppakee. We zijn bijna bij het einde, hoop ik. We gaan terug helemaal. Zo. Zo. Hoppakee. Ik vind hem echt cool worden, hoor. Al zeg ik het zelf. Nog eentje omhoog. Omhoog. Ik gooi nu wel heel veel geld weg, denk ik. Maar ja. We shall see. En omlaag. Omlaag. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, dit gaat goed. Ik ben echt benieuwd. We gaan hem zo dus testen. Zo. Zo. En nu gaan we helemaal terug. Naar huis. Ja, man. We laten hem daarin gaan. Bam. En... Oh, we zitten te laag, of wat? Oh, shit. Autocomplete. Dit kan niet. Hij kan niet autocompleten. Oké, okay, oké, okay, we gaan verder. Oh, shit. Dit gaat hem niet worden. Lengte. Weg. Deze. Weg. Weg. Dan doen we een beetje... Zo. Bam. Autocomplete. Ja, juist hem. Is dit, wat is dit? Ja. Oké. Okay. Hij staat er nu. We gaan hem even testen, denk ik. Ja, hij is aan het testen. Deze dingen even kunnen weghalen. En nu zien we wat meer. We volgen hem. Ik kan hem hiermee volgen. We hebben nog andere camera's. Zo. Oké, okay, we gaan hem nu dus volgen. Ik hoef helemaal niks te doen. En hij gaat heel langzaam omhoog. We kunnen hier zien dat excitement nog heel erg laag is. Angst ook heel erg laag. Misselijkheid natuurlijk ook. Maar nu gaat het komen, jongens. Haalt hij het? Hij haalt het. Hij haalt het hoor. Oh, nee! 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 What the hell? Hij blijft hier hangen! You gotta be kidding me. Ik maakte daar gewoon al een fout. Hier. Hoe kan ik hem... Oh, hij doet niks. Hij loopt vast. Oh, ik zat er nog in. Oké, okay, dat was raar. Dit stukje klopte niet. Dit stukje... Moet... Oh, wat? De hel? Ik vraag alleen... Zo. Oké, okay, nu moet hij toch te doen zijn, zo. En dan is dit weer niet te doen. Nee, 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 nee. Ik moet... Wat is dit allemaal? Ik moet dit van dit, deze dingen maken eigenlijk. Deze. Kan het nu wel? Can only be placed on straight... Oh, shit. Oh, shit. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Oké, okay, doen de tijd wat sneller. Testen. En... Ja hoor! Ja hoor! Daar gaat hij! Woo! Oh, shit. Man, hoezo is het zo moeilijk om een achtbaan te maken? En ze gaan terug. En ze blijven dan daar hangen. Man, oh man. En dit kan ik ook weer niet zo'n dingetje doen. Nee, shit. Dit is te hoog. Dit is te hoog. Ik moet ze veel harder omlaag laten gaan. En... Moet ik deze zo doen?
We gaan gewoon wat dingen proberen hoor. Dat ze een beetje snelheid proberen te pakken. Oké. Okay. Oh, ik pak er zo niks van, hè. Ik pak er echt niks van. Maar dat is juist leuk. Zo. Oké, nou is het toch wel te doen. Nou, tijd, sneller. Yes, daar komt hij weer aan. Hij gaat omhoog, hij gaat omhoog, hij gaat omhoog. Heel langzaam nog. Yes. En daar gaat hij hoor. Hij haalt het net. Go! Doe het, alsjeblieft. Ja. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Ah! What the hell? Nou jongens, ik weet het helemaal niet. Ik kan het niet voor elkaar krijgen. Ik heb net in ieder geval nog allemaal deze dingen hierbij gezet. Omdat mensen allemaal dorst hadden en zo. Gebouwtjes allemaal erbij gezet. Maar deze achtbaan jongens, dit is echt... Nee, dit is echt niet te doen. Echt niet. Hij zit allemaal moeilijk te doen hier. Hop. Oké, dan haalt hij het en dan hoep. Oh, ja. Dan springt hij daarin. Het gaat dus helemaal niet zoals ik wil. Nou, de laatste poging. Ik heb het al heel vaak gezegd volgens mij. Deze keer echt, kijk, het enige wat ik kan doen is omlaag gaan. Omlaag. Ik kan hem nu autocomplete, dat hij uit zichzelf... Oh, dat doet hij niet. Waarom doet hij dat niet? Waar was ik? Daar was ik. Daar ja. En dan nu kan hij nu autocomplete. Ja, kijk, nu gaat hij even berekenen hoe gaat hij naar dat stukje. Hij moet compleet hier aan vastkomen. Hij weet het niet zo goed. Hij weet niet wat hij moet bouwen. Wat is het voor kunstwerk wat hij heeft gemaakt? Doe nou eens connecten, jongen. De vraag toch? Hij doet het niet. Hij wil niet connecten. Waarom niet? Waarom wil hij niet connecten? Wat is hij allemaal aan het doen voor de kunstjes? Hij probeert hier allemaal dingen te zoeken. Oh, kom op. Alsjeblieft. Oh, wat hekje. Kom op. Hij doet het gewoon niet. Hij calculating. Hij blijft denken. Hoe ga ik dit doen? Het duurt al heel erg lang. Ja, als dit een achtbaan wordt, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Dat ziet er toch niet uit. Ik denk, dat ding kan het wel. Nou, ik heb... Wat de hel? Oké. Okay. Dat ziet er wel aardig uit, maar dan moet hij wel verder kunnen gaan. Zo. Wow! Shit! Zag je dat ding vliegen? Oké, okay, bouw. We willen deze kant op. We willen autocomplete. We willen compleet! Doe nou. Ah, dat ding moet toch zelf... Dat kunnen berekenen? Maar die karretjes vliegen eruit. Hij doet het niet. Ik doe het zelf wel weer. Oh. Je deed het bijna, meneer. Nog een klein stukje. Moet er nog een stukje verder. Of deze kant. Hier kan het ook van. Hé. Hey. Hij wil gewoon niet connecten daarmee. Zo. Autocomplete. Daar is hij gewoon. Zo dichtbij. Kom op, zeg. Moet ik het echt zelf doen allemaal? Dan doen we dat toch even zelf. Zo. Auto. Doe nou niet zo moeilijk nadenken. Hij kan daar gewoon niet mee connecten. Wacht. Deze kant willen we verder bouwen. Dan doen we hem een beetje. Wat is dit? We doen deze weg. En dan doen we autocomplete. Ja, juist. Oké, okay, als het nu niet goed is, dan geef ik het echt op, jongens. Dan moeten jullie mij misschien helpen. Of ik ga gewoon door naar de volgende missie. Dan heb ik deze gewoon gefaald. En... Oh, oké. Okay, hij gaat verder via de ketting. Waarom blijft hij hier nou weer hangen dan? Oh, ik geef het op. Ik geef het serieus gewoon op. Dit parkje, ik vond het mooi. Ik heb ondertussen ook de andere doel gehad. Alleen een achtbaan maken is me gewoon niet gelukt. Het park hier is super mooi. Ik vind het moeilijk om er afscheid van te nemen. Maar ik ga gewoon door naar het volgende parkje. Dus doei mensen. Het is heel druk hier. Het is hier wat minder druk geworden. Omdat die dingen alweer gesloten zijn. Waarom sluiten die dingen elke keer? Het personeel is gewoon niet blij omdat het zo druk is. Daarom sluiten ze het elke keer zelf. En hier is er ook weer eentje gesloten. Dat is niet cool. Niet cool. Alles gaat kapot. Alles gaat fout. Maar ik heb bijna alles gehaald behalve die achtbaan. Dus laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer in een nieuw park. Helemaal nieuwe doelen. Hopelijk niet zo moeilijk. En dan komt alles helemaal goed. Dus laat een like achter, abonneer voor meer. Tot de volgende keer maar weer.